Voor de tweede keer in korte tijd wordt de A73 in de richting van Nijmegen afgesloten. 2 weken terug ging de snelweg al dicht voor werkzaamheden en ook dit hele weekend wordt er aan de weg gewerkt. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Malle is er tot maandagochtend 6 uur geen autoverkeer mogelijk, omdat Rijkswaterstaat onder andere het wegdek gaat vervangen. Verkeer vanuit het zuiden kan bijvoorbeeld omrijden via de A2 of de A67. Het was donderdagmiddag opvallend druk in het centrum van Nijmegen en dat zorgde voor lange rijen auto's voor de parkeergarages in de stad. De staking van het onderwijspersoneel bracht veel ouders en oppassen met hun kroost naar de traditionele najaarskermis. Maar niet alleen op de kermis was het druk. Ook Museum het Valkhof opende de deuren voor de kinderen die vrij hadden van school.